Ik wilde ook wel in God geloven, maar dan wel vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen. Ja, want nu heb ik natuurlijk een fantastisch leven. Maar daarvoor heb ik een verschrikkelijk leven gehad. Hé, mijn vader was een bar man. De helft van de leven dat ik mijn vader gekend was hij alcoholist, super agressief, deed bij ons verschrikkelijke dingen. Ja, en als ik dan moest denken, dan is God daarbij geweest. Hé, een liefdevolle God. En dan ook, ik heb niet alleen verschrikkelijke dingen meegemaakt, ik heb ook nog eens verschrikkelijke dingen gedaan. En als ik denk, God, was God daarbij? Was hij daarbij? Hé, dat kan niet, was hij daarbij? Hé, dat mag niet. En God zei, ik was erbij. Ik was erbij. Met al mijn liefde en al mijn genade. En nu geloof ik ook echt dat God al bij me was voordat ik bestond. Even alleen al door mijn naam, Joop Godmers. Ik weet niet of jullie het een mooie naam vinden, maar wie heet hier nog meer Joop? Nee, natuurlijk niet. Wie noemt ze zo nou Joop? Ja, heet je ook nog Godmers, Godmers, Gutmers? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maak God me ook nog spreker. Er waren mensen die weigerden mij voor te stellen omdat ze mijn naam vloeken vonden. Nou, is er ook nog een lied van je naam was al bekend voordat je bestond. Nou, dankjewel hoor. Maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. En mijn achternaam, Godmers, is afgeleid van God's mercy. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk dubbele genade. Hey, heb je nou een vette naam of niet? Toch? Oh. Nou, in die genade mag ik hier nu staan. Dat vind ik helemaal geweldig om nu mijn verhaal te vertellen. Ik zeg altijd al, het ging al fout bij mijn geboorte. Dan gaan we niet zeggen, dat kunnen we zien. Want dat is niet leuk natuurlijk. Maar ik ben geboren in Rotterdam. Oké. Nou, en ik ben niet zomaar in Rotterdam geboren. Ik ben op de Kaap geboren. En de Kaap is een soort schiereiland in Rotterdam. Daar woonden en werkten alle prostituees. Er zaten de tatenshops, de kroegen. Toen die tijd nog de grootste wereldhaven. Alle zeelieden die Rotterdam aandeden, werden naar die Kaap gedirigeerd. Er was één, ik denk op dat moment dat ik daar geboren werd, was het de allerberuchtste wijk van Nederland. Mijn vader was daar min of meer de baas. We hadden drie kroegen op de Kaap. En daar op een gegeven moment wordt een heel lief knulletje geboren. En die noemen ze Jopie. Jullie zitten me aan te kijken of jullie er helemaal geen bal van geloven. Nou, ik zal jullie vertellen. Ik mocht een keer spreken op een school in Bergen op Zoom. En die directeur die wist niet dat ik op zijn school kwam. En die stond op een soort bordes. En die ziet mij en die ziet mij en die zegt... Jopie? Jopie? Ik zeg Jopie, ik ben Joop. En toen kwam ze heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zegt, Jopie, Jopie. Hij zegt, ah, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Ah, is dat lief of niet? Hij zegt, Joop, jij werd niet alleen gepest op school. Jij werd zelfs vernederd door de docenten. En dat heb ik ervaren als in het diepste van mijn ziel. Terwijl dat in thuis de situatie waren we bang hoe de avond zou eindigen met mijn vader. Tientallen malen heb ik mijn moeder helemaal totaal los zien slaan. Dus ik leefde in een wereld van angst, een liefdeloze wereld, waar ik me doorheen moest worstelen als lief klein knulletje. Nou, uiteindelijk waren ze Rotterdam het beu, veeg die Kaap schoon. En mijn vader vlucht uit Rotterdam en zo kom ik in het plaatsje Halsteren terecht. En Halsteren ligt weer tegen provincie Zeeland aan en tegen de Belgische grens. Ik vond het prachtig. Hé, daar reden ze nog met paard en wagen. Hé, ik was tussen de hoeren opgegroeid. Het was net of ik 30 jaar terug in de tijd ging. En ik vond het prachtig. Ik was 6 jaar, ik ging voor het eerst naar school. Ik ging mijn eerste vriendjes leren kennen. En die ene zegt tegen mij van... Hé, je moet je schoen nu uit, ik zal je eens pakken. Ik zat dus nu op een andere planeet... Of in het buitenland, maar dit kon Nederland niet zijn. Want ik verstond die kinderen niet. En ik had natuurlijk nog nooit van een of andere dialect gehoord. En ik, dat lieve kleine knulletje, ik kwam er gewoon niet tussen. Ik ga naar mijn vader, ik zei, pa, ik word zo gepest. Hij zei, word jij gepest? En ik denk, haha, en nu komt mijn vader in actie. En weet je wat hij zegt? Word jij gepest? Is goed, ga je maar boksen, kun je terugslaan. Ik was nog geen 8 jaar. Mijn boksenschoenen waren groter als mijn hoofd.
Ja, er waren nog 3 vriendjes van 11 jaar, die konden mij omste beurt boksbal gebruiken. Ik ging heel vaak huilend naar boksen toe en nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Het was net alsof er een voorhoofd stond, sla hier. Ik weet nog een keer was hij met zijn dronken hoofd mijn moeder in elkaar aan het stompen. En ze lagen lang en koud en was hij nog steeds op dat gezicht aan het slaan. Ik zei, hé, klootzak, stop ermee. En hij kijkt en ik denk, wegwezen. En ik ren naar boven, duik onder bed. En hij komt met zijn dronken hoofd naar boven gestormd. Trek me onder het bed vandaan, gooi me op bed en ga door waar hij met mijn moeder was gebleven. En hij stomp me helemaal tot los. Hij zei, ik zal je een beetje respect bijbrengen. De bloedspetten zaten tegen het plafond aan. Ik weet nog, mijn vader stond aan de bar, veel te veel gedronken. Mijn moeder kon naar het toilet lopen en uit het niets pakt hij ineens zijn glazen asbak en slaat zo, wap, slaat zo mijn moeder de schedel in. Er heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen, in coma gelegen, te nauwernood overleefd. Mijn vader kreeg daar 3 maanden gevangenisstraf voor en ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar een tehuis. Nou, dan weten jullie een beetje hoe ik opgroei. Nou, uiteindelijk word ik van school afgestuurd en ik zeg, pa, ik ben van school afgestuurd. Ah, jij van school afgestuurd? Hier heb je een brief voordat hij alweer begon te slaan. Was ik van school afgestuurd, wegens stelen, liegen en spijbelen. Hij zegt, Joop, stelen. Ik zeg, pa, dat is niet waar. Niet waar. Mee. Hij had natuurlijk alweer een slok op. Hij zegt, waar is je directeur? Hij stapt het kamertje binnen, stomt heel die directeur helemaal tot los. Komt dat kamertje uit. Hij zegt, zo, hij zegt, waar is je leraar? Ik zeg, kom maar mee, pa, daar kan ik ook mijn lappetje mee te schillen. Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal op. Ik zeg, pa, daar zit hij. En mijn vader stormt dat lokaal binnen, stompt die leraar in elkaar, spuugt op de grond en hij zegt zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. En ik, zo trots als een pauw, liep ik naar mijn tafeltje toe. Ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. Ik zal een blokfluit leslief. Ik was echt een lief knulletje. En zo liep ik zo trots als een pauw met mijn blokfluitje achter mijn vader aan. Nou, in het kleine dorpje was nog 1 school over en ik moest natuurlijk naar die andere school. Hey, stonden ze zo voor het raam te kijken omdat ik eraan kwam. Nu was ik niet meer de Rotterdammetje wat altijd gepest werd. Nu was ik dat zoontje van die vader die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. En ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. Nou, het was een christelijke school. Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. En ik zei, pa, ik ga morgen naar de kerk. Ah ja, helemaal niks. Ik zei, ja, ik ga met heel de klas naar de kerk. Ja, helemaal niks. Hij zei, ik schrijf wel een briefje dat je niet mee mag naar die kerk. Hey, was er nog 1 school over, schreef hij weer een briefje dat ik niet mee mocht naar die kerk. Hey, die brief heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon meegegaan naar die kerk en zag die kerk. Ik denk, wauw, bestaat dit ook nog? Ik had nog nooit zoiets moois gezien. En toen kwam er ineens een man binnen in een jurk. Toen lag ik helemaal in een deuk, werd ik de kerk uitgezet. Wij hadden niet zoveel met het geloof thuis. Ook ieder bijgeloof walgde mijn vader van. Ja, ik had een boksbroekje, er stond mijn initiaal op. Hier was ik kampioen in geworden, dit was mijn broekje. Mijn vader zei, hey, er zit toch geen geluk in een broek, man. Een broek is toch gewoon een broek? Of een kruisje slaan, of op een bepaalde manier je kleren aantrekken. Ik ken topsporters, die zijn zo verschrikkelijk bijgelovig. Die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Hele rituelen op de dag van de wedstrijd. Eerst linkerbeen, rechterbeen, linker sok, rechter sok. Hey, dan moet je ook een groot geloof hebben. Om in een paar sokken te kunnen geloven. Het lijkt me makkelijk om in een God te geloven, toch? Ja, maar dan moet je eens over nadenken dat wij als mens, als intelligent wezen, wij in staat zijn om in een paar sokken te kunnen geloven. Hé, lieve mensen, dit is van God. Dit is van God. Wij zijn geschapen door God. Naar zijn beeld geschapen. En God vraagt simpelweg nooit het onmogelijke van ons. En hij heeft gewoon geloof in zijn schepping gelegd. Alleen, wij zijn het kwijt. En we zijn in staat om in een paar sokken te kunnen geloven. Terwijl dat we de Heer Jezus nodig hebben. Hé, want dat vraagt God van ons. Maar voordat ik zover mocht zijn, moest ik eerst nog een verschrikkelijke weg gaan. Geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Je komt alleen en je gaat alleen. Je gaat alleen die ring in en je komt er alleen uit ook. En lieve mensen, daar heb ik het heel ver mee geschopt. Maar is bijna me dood geworden. Uiteindelijk
word ik Europees kampioen boksen, Nederlands kampioen thai boksen, Nederlands kampioen full contact. Mijn vader had van dat lieve kleine knulletje een of andere vechtmachine gemaakt. Geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Ik was niet alleen beroemd, maar zeker ook berucht. Op 16-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in de gevangenis terecht. Had ik al 3 politieagenten helemaal tot losgeslagen. Zo word ik benaderd door een man. Hij zei, Joop, we willen met je praten. Hij zei, we vinden jou een geschikt persoon om cocaïne te gaan verkopen. Ik zeg, je bent gek, man. Ik drink nog geen koffie met cafeïne erin. En dan ging hij vertellen, gaan we zussen, gaan we zo, dan kunnen we dit verdienen en dat verdienen. Ik denk, waar heeft hij het over? Nou, ik was inmiddels getrouwd met een salesmeisje. Nou, dan ga je niet te doen van vrouwen kunnen cocaïne verkopen. Ja, doe je niet bij een salesmeisje. Maar ik dacht, als ik het niet ga doen, dan gaat een andere doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo groei ik uit tot een van de grootste, beruchtste en rijkste drugscrimineel van Nederland. Ik kom in de Amsterdamse onderwereld terecht. We begonnen hash te importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal iedere 14 dagen kwam er 5000 kilo hash Nederland binnen. Dat exporteerden we weer naar buitenland. Speciaal geprepareerde trailers, Engelse trailers, kwamen naar een bedrijf van mij in Bergen op Zoom. Werd die trailer de loods ingereden, stond een steiger, werd die daklijst eraf gehaald. De dak zat vol met schuiven. Die schuiven zaten bom en bom vol met geld. Er is een documentaire van mij op televisie geweest waar ik in vertelde dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. En mijn compagnon die kwam naar me toe. Hij zegt, Joop, we verdienen nu minimaal 50.000 gulden per uur. En zo word ik schat en schatrijk. Ik had inmiddels 12 auto's, woonde in een schitterend huis. Ik had het helemaal voor elkaar. We steeds meer met jetset in Amsterdam. Bordelen werden afgehuurd. We dronken alleen maar champagne. Hey, we waren in een wereld terechtgekomen, bizar. Daar snoof iedereen cocaïne. Zo kwam ik erachter dat mijn compagnon ook cocaïne was gaan gebruiken. Die ging mij overhalen om ook nog eens cocaïne te gaan gebruiken. En uiteindelijk begonnen we steeds meer te gebruiken natuurlijk. Uiteindelijk werd Klaas Bruinsma geliquideerd in Amsterdam. Gingen ze al zijn vertakkingen af. Zo kwamen ze bij mij in Bergen op Zoom terecht. En kreeg ik bijna 16 jaar gevangenisstraf. Hey, de bewaarders mochten nog geen goeiemorgen tegen me zeggen, omdat ze bang waren dat ik hun om ging kopen. Ze gingen buiten de gevangenis inspecteren omdat ze bang waren dat mijn organisatie mij niet kwam bevrijden. Mijn armen en benen stonden beschreven als wapens en ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Ik denk, hè, gaat dit allemaal over mij? Mijn compagnon die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Die emigreert naar het buitenland en sluist op zijn gemakje al mijn miljoenen mee naar het buitenland en heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw kreeg van de politie te horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was en wilde nog maar één ding, zo vlug mogelijk scheiden. Dit wordt zo'n verschrikkelijke tijd in die gevangenis. Maar gelukkig, niet getreurd, na bijna 3 jaar kom ik min of meer onverwachts vrij. Stond een dikke Mercedes coupé, stond er klaar met 2 man erin met een fles champagne en een spiegel cocaïne om te vieren dat ik vrij was. Maar ik was niet blij. Mijn compagnon was weg, bijna al mijn geld was weg, mijn vrouw was weg. Ik kwam allemaal langs plaats waar ik het laatst met mijn vader was geweest die op een bizarre manier gestorven was. Hé, hey, ik was niet blij. Ik was boos. En ik wilde nog maar één ding. Nog meer geld verdienen. En nu dook ik weer terug die onderwereld in. Begon weer verschrikkelijk veel geld te verdienen. Binnen 14 dagen liep ik alweer met een kilo cocaïne onder mijn jas. En zo woonde ik alweer in een schitterend huis tussen de bossen. Sportschool eraan gebouwd. Ik kreeg alweer in een rode sportwagen. Ik had weer helemaal voor mekaar. En nu gebeurde het in mijn beleving het onmogelijke. Ik werd op een op andere dag smoor en smoor verliefd op een vrouw. En zij had eigenlijk maar één ding gemeen met mij. Die gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Dus ze zat nooit te klagen dat ik te veel gebruikte. En wat was ik gelukkig. Hier mocht nooit geen einde meer aankomen. 3 maanden later kwam ze thuis. Zegt Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt vader. Vader? Ben je zwanger? Is goed. Dan word ik vader? Oké, is goed. Maar nooit zo'n vader als die ik gehad heb. Ik zeg, ik stop nu in die onderwereld. Ik stap eruit. Wij stoppen met drugs gebruiken en gaan we aan onze toekomst werken. Nou, toen kwamen we erachter dat het niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen.
En kwamen erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die 9 maanden zwangerschap wordt één groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was nog aan het snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis, terwijl dat mijn vriendin lag te bevallen. En mijn dochtertje wordt geboren, Melanie. En ik zeg zo hardop tegen Melanie, hier Mel, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was ook gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde. Want voordat Melanie het wist, had ze 2 verslaafde ouders. Melanie, 2 maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. Streptococcusbacterie in de bloed, de allerergste vorm. Ze was eigenlijk in mijn handen aan het wegrotten. Ze kon op het intensive care te liggen, privékamer, bed erbij. Ik had poen en poen zat. Lag daar mijn baby aan de hartbewaking. Ze had een verdubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. Lag daar in dat ledikantje zo'n klein poppetje aan die stikjes, aan die hartbewaking. Met die kleine armpjes zo te stuiteren. Ik had me met al mijn macht, kracht en geld nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik had al mijn geld in willen leveren om dat kind te genezen. Ik had daar plaats in willen nemen om haar beter te maken. Maar dat ging niet. En die arts die komt mijn kamer binnenlopen. Ik zeg, hé dokter, ik zeg, jij gaat mijn baby beter maken. Hij zegt, meneer, u moet uw gemak houden, want uw dochter is heel erg ziek. Ik zeg, mijn gemak houden? Hé, je weet niet wie je voor je hebt, man. Dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, als mijn dochter sterft, sterf jij ook. Als ik wil, haal je vanavond je auto nog genezen, want ik laat je afschieten. En zo kom ik er ook achter dat ik met al mijn macht en al mijn kracht 1 ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu, en velen met mij, dat het een wonder is geweest dat Melanie het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar, want ik geloofde niet in God. Maar ik was zo blij dat ik gezegd heb, en nu is het klaar. Ik stap die onderwereld uit, hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik hoorde ze nog net roepen, hij is dood, laat hem liggen. Heb ik de nauwe nood overleefd. Ik kom het ziekenhuis uit, ik bel ze op, ik zeg, oké, de eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Kwamen ze nog een keer terug. Liep dan mijn vriendin met de kinderwagen, met Melanie erin. Kom een auto aanrijden met 4 man erin. Springen eruit, trekken Melanie uit de kinderwagen. Pakken een pistool, zet een pistool op het hoofdje. Je moet tegen Joop zeggen dat hij zijn gemak moet houden, anders schieten we zijn jong dood. En zo wordt Melanie als een stuk vuil terug de kinderwagen ingegooid. Mijn vriendin komt thuis en ik zeg, wat hebben ze gedaan? Is goed, maakt niet uit. Dan is het nu oorlog. En iedereen die aan mijn kind heeft gezeten, gaat sterven. Nu ben ik alleen maar plannen te maken om iedereen te laten liquideren. Ik woonde alleen maar op de bovenverdieping, want op de begaande grond konden ze met machinegeweren naar binnen schieten. Inmiddels zo verschrikkelijk verslaafd, het einde van mijn verslaving begon ik mezelf te spuiten en spoot ik om en nabij zo'n 40 keer per dag in mijn ader. Ik had geen bloedvat meer over waar ik nog normaal in kon spuiten. Helemaal de weg kwijt, al dagen wakker. Mijn dochter zat ondergedoken in België. Mijn vriendin al was bijna mijn weg. Eind april, 3 mei ben ik jarig. En ik schrik. Ik zeg, hey, ik ben gewoon over een paar dagen jarig. Hey, wat heb ik nog om te vieren, man? Zie mij, je zit hier op die bovenverdieping, hartstikke verslaafd. Mijn dochter zit ondergedoken in België. Moest ik ook nog kickboxles geven op mijn verjaardag? Ik denk, weet je wat? Hey, het is goed geweest. Einde verhaal. En ik haal mijn pistool over. En ik neem een beslissing om een einde aan mijn leven te maken. En het is bijna 9 uur op mijn verjaardag. Ik zet die pistool op mijn hoofd en ik zeg zo, drugs, gefeliciteerd. Jij hebt van mij gewonnen. Melanie, lieve schat, je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil mijn pistool overhalen en de deurbel gaat. Tring. En ik schrik. En ik doe mijn pistool weg. En ik doe mijn cocaïne weg. En ik loop naar beneden. En ik hoopte dat Melanie zou zijn. En ik doe de deur open. Hey, wat denk je? Stonden al mijn leerlingen voor de deur. Die om 10:30 kickboxles van mij zouden krijgen. Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Die dacht om 9 uur ligt hij nog te slapen. En dan gaan we wakker bellen en dan gaan we voor hem zingen. Ah, is dat lief of niet? Toch? Alleen, ik sliep niet. Ik stond met een pistool op mijn hoofd. En ik doe die deur open, zie ik zo al mijn leerlingen staan en die begonnen te zingen. Er is er een jarig hoer. Ik denk, kan dit ook nog? Hij had dus gezamenlijk een cadeau gekocht. Ik had dat cadeau, ik had wat te drinken. Daarna moest ik een kickboxles gaan geven. Dat duurde altijd 12:30. Leefde ik nog steeds. Ook vervelend. En dan dacht ik van, leef ik nog steeds? Oké, nog 1 ding voor Melanie. Nou,
Op mijn verjaardag die dag gaat het helemaal fout. Overal met een pistool lopen zwaaien. Het halve Nederlandse politiekorps achter me aan. 7 weken voor het vluchten geweest. Maar in die 7 weken was ik een man tegengekomen. En die man die zei tegen mij van, rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, nee, dat klopt. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Ik zei, ja, dat weet ik wel, ja. Ik zat het halve Nederlandse politiekorps achter me aan. Hij zegt, nee joh, daar komt het niet door. Hij zegt, weet je waarom jij geen rust hebt? Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, jij spoor niet, hoor. Jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, ja hoor. Hij zegt, weet je dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven? Ik zeg, jij spoor niet, man. Ik zeg, einde verhaal. En ik loop die zaak uit. Roept hij wat, ei. Weet je wat jij is mogen doen? Je moet eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. En toen kwam ik helemaal niet meer bij met lachen. Ik naar mijn onderduiken. Wat denk je? Wat denk je? Hé, hey, kom ik een winkel binnen? Ik ben nog niet binnen. Begon hij al over God te kletsen. Als je met mij ergens nooit over moet beginnen, is het over God. 3 dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. Nu door een overdosis te nemen. Ik neem een overdosis drugs in. Ik val meer dood dan levend in mijn woonkamer. Ik kom in die tunnel, in het licht terecht. Ik was duidelijk aan het sterven. En aan het einde van die tunnel stond diezelfde man weer. En dat komt nu, omdat je God niet kent. Zo, toen was ik bang. Bang. Ik kroop naar mijn slaapkamer. Niet op handen en knieën, maar op mijn buik. Sloop ik naar mijn slaapkamer. Dek werd van mijn bed afgetrokken, over me heen gegooid. Gewacht tot het licht werd opgeknapt was. Ben ik die man gaan zoeken. Ik rijd het terrein op, loop die winkel binnen. Zit daar die man op precies dezelfde plaats. Met zo'n vervelende grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n EO-lachje. Dat weten jullie precies wat ik bedoel. Weet je wel, zo van... Ik wist dat je terug zou komen. Ik zei, wat? Ik wist dat je terug zou komen. Ga weg, man. Leek gisteren wel of je in mijn woonkamer stond. Hij zei, nou, dat wist ik. God gaat jou niet meer loslaten. Weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed. Ik heb poen zat. Kom maar mee. Ik betaal alles. We gaan naar Schiphol. We bestellen een vliegtuig. Maakt niet uit waar die zit. En we vliegen naar de hemel. Met datzelfde EO-lachje zat hij zo van, ja, ja. Joop, zo werkt het niet helemaal. Hij zegt, maar wij geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg, bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij nog naar een bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo, dat dacht ik al? Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Hé. Hey. Ik durf alles. Hij zei, nou dan ga je toch een keer mee naar die bijbelstudie. Ik zei, nee man, ik ga niet mee naar die bijbelstudie. Hij zei, nee hoor, je hebt het lef niet. Ik zeg, hé meneer, kap over die bijbelstudie nu. Hij zei, moet ik erover stoppen? Is goed, ik stop erover. Als jij zegt dat je niet durft. Zo, toen was ik kwaad. En ik stap naar hem toe. En ik wil hem slaan. En ik steek mijn hand uit. En ik zeg, ik ga mee naar die bijbelstudie. En ik zie die hand, die wou ik afslaan. Ik denk, nee. Oké, maandagavond, bijbelstudieavond. Ik word 's maandags morgens wakker en ik dacht nummer 1 ding. Wauw, vanavond bijbelstudie, waar is mijn cocaïne? Zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. Einde van de middag begon ik mezelf te spuiten om op de been te blijven. Helemaal paranoia van de drugs. Denk bijbelstudie, moet ik nou kogelvrij vest aan? Ik denk bijbelstudie, kogelvrij vest aan. Kogelvrij vest aan, ik naar beneden. Ik denk bijbelstudie. Moet ik nou mijn pistool meenemen? Ik weer terug naar boven. Holster aan, pistool mee. Joop, naar de bijbelstudie. Inmiddels veel te laat, helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, stond ik daar voor die deur. 1, 2, 3. En ik stap naar binnen. En die mensen zien mij binnenkomen. En die doen dit zo. En ik zie zo al die mensen naar me kijken. En ik pak mijn pistool. En ik gooi zo mijn jas erover. En zo stond ik met mijn hand op mijn pistool. Stond ik naar die bijbelstudie te luisteren. Bijbelstudie afgelopen. Die man kwam naar me toe. Hij zegt, en, wat vond je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal geen bal van. En zo raak ik met die man in gesprek. En misschien zit hier ook wel iemand. Iemand die nu op hetzelfde punt staat waar ik toen stond. Ik zeg, ik heb nog nooit iets met God gehad. Ik heb alles in mijn leven, alles een reële kans gegeven. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God van jullie te kunnen leren kennen.
Hij zegt, nou, je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de Bijbelstudie te komen. Ik dacht van, nee. Niet iedere maandagavond naar die stoffige Bijbelstudie. Maar als dit ervoor nodig is, zal ik hier iedere maandagavond zijn. Lieve mensen, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En wat ik nu ervaar, dat was bizar. Soms letterlijk, of er aan me getrokken werd. Soms letterlijk moest ik vechten om naar de Bijbelstudie te komen. Kon ik Leperstraat niet meer vinden. Mijn auto viel zonder benzine. De bizarste dingen begonnen te gebeuren op die maandagavond. En met mijn gezond verstand kon ik dit gewoon simpelweg niet meer kwalificeren als stom toeval. En zo begon ik steeds meer te geloven dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde dan dat ik kon zien. Nou, uiteindelijk mis ik mijn eerste Bijbelstudie. Ik schrik en ik denk, wauw, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook? Zeg, laat ik het niet bij zitten. Wat ga ik doen? Ik ga iets doen waar de duivel een hekel aan heeft. Waar heeft de duivel een hekel aan? Ik kon natuurlijk helemaal ergens geen bal verstand van. Waar heeft die duivel... Ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. Zondagochtend spuit mij helemaal vol met drugs. Ik moest naar de kerk, stropdas aan. Van die zware gouden kettingen erover. Iedere vinger een diamanten ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom. Ik had een paardenstaart tot bijna op mijn kont. Zo'n zwarte Hugo Bosjes aan tot bijna op de grond. Je zag van mijl af aan dat ik crimineel was. Ik heb pistool mee, ik heb een rode sportwagen. Ik op zoek naar een kerk. Ik zie daar een kerk, ik rijd dat terrein op. Hey, er was nog één parkeerplaats over, dat was voor die grote deur. Er stond NP, niet parkeren. Hey, dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zei zo, zet die auto daar voor die deur. Ik zet mijn auto stil. Ik hoor die mensen zingen in de kerk. Het was natuurlijk weer veel te laat. Ik pak mijn sigaretten, ik steek een sigaret op. En zo loop ik helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, loop ik rokend die kerk binnen. Lieve mensen, zien jullie mij nou binnenkomen? Nou, de muziek begon nog net niet te stotteren. Die probeerden zo goed als kwaad probeerden ze met die dienst door te gaan. Stapt er een vrouwtje de rij uit. Die komt naast me staan. En die zei van, meneer. U mag hier niet roken. Hé, Joop mag overal roken. Nou, toen kwam de koster een asbak brengen. Toen kreeg ik ineens een asbak in mijn hand geduwd. Hey, en er staat geschreven, je mag komen zoals je bent. Hey, ik kwam zoals ik was, maar daar was de kerk nog niet aan toe. En eerlijk gezegd, ik was er ook nog niet helemaal aan toe. En 3 dagen later werd ik weer gearresteerd, kreeg weer bijna 12 jaar voor het bezit van een amfetamine-laboratorium. Ik vroeg wat te lezen, voor jou hebben we wat te lezen. En hij gooide zo de Bijbel op mijn cel. En ik zie die Bijbel. En ik begin te janken. Het was net of God tegen me sprak. Zo Joop, nu heb je tijd zat, ga maar lekker lezen. Begon ik 14 tot 16 uur per dag in die Bijbel te lezen. En alles waar ik heel mijn leven naar gezocht heb, stond in dit boek. Hey, rust, vrede, blijdschap. Je mag komen zoals je bent. Hey, van hier stonden alle antwoorden in. En ik wilde nog maar 1 ding. Naar de bibliotheek om nog meer boeken over de Bijbel. Lieve mensen, toen dat ik tot geloof kwam, wist ik amper wie Jezus Christus was. Ik word mijn cel uitgetrokken, Joop, meekomen. Hij zei, Joop, je bent wel heel erg met dat geloof bezig, hè? Ik zei, ja, dat klopt. Hij zegt, ja, Joop, wij geloven niet dat dat goed voor jou is. Hij zegt, Joop, het is niet verkeerd om in God te geloven, maar hoe jij ermee omgaat is veel te extreem. Hij zegt, want dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, God, ga mij niet teleurstellen. Ja, Joop, luister. Blijf nu lekker in God geloven, maar doe nu 50% in God geloven en 50% in jezelf blijven geloven. Als God je dan teleur gaat stellen, heb je in ieder geval jezelf nog. Hey, is dat een vet advies of niet? En ik kijk hem aan en ik zeg, meneer, in mezelf geloven? Hey, ik was geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Weet je waar dat eindigde? Op mijn verjaardag met een pistool op mijn hoofd. Ik wil niet meer in mezelf geloven.
Ik wil in Jezus Christus geloven die voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Ik zeg, breng me terug. Hij zegt, Joop, dadelijk ben je alles kwijt. Ik zeg, breng me terug. Bijna een jaar later, nadat ik zelfmoord wilde plegen, kwam dus mijn verjaardag er weer aan. Zat ik natuurlijk nog steeds in de gevangenis. Kreeg een brief van de moeder van Melanie en er stond in, Joop, hou je niet meer van me. Mis je me niet? Kun je geen bezoek regelen op je verjaardag? Kom ik bij jou op bezoek. En als cadeau voor je verjaardag neem ik Melanie mee. Wauw. Vorig jaar wilde ik zelfmoord plegen. En nu ben ik met God bezig. En nu krijg ik door de gevangenismuren heen, krijg ik Melanie te zien. Hey, dit was zo'n wonder. Ik heb God er zo voor gedankt. Op mijn verjaardag, helemaal opgedirkt, stond ik te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen, wat je maar kon bedenken. Komt er een bewaarder aanlopen, hier Joop, post. Heel laconiek maak ik die brief open en er stond in, Joop. Je dacht toch niet echt dat ik tot op bezoek kwam, zeker? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven Melanie nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen ene enkele wijze meer contact met mij opnemen, anders vergaat je terecht één keer in het half jaar te horen hoe het met je dochtertje is. Doei, prettige verjaardag. Hey, dit was zo gemeen. Zo gemeen. En ik had die God hier zo voor gedankt. Hey, dit was zo. En die bewaarder komt maar aan. Hij zei, Joop, wat doe jij nou? Ik zei, ja, het gaat niet goed met mij. Hij zei, nee, dat zie ik. Hij zei, kan ik wat voor je doen? Ik zei, ja, sluit me maar op. Hij zei, weet je het zeker? Ik zei, sluit me op. En hij brengt me terug naar mijn cel. Hij gooit mijn cel in op mijn verjaardag. Ziet er al die boeken liggen over de Bijbel, waarin staat dat God liefde is. Hey, ga weg, man. Ik had een sigaret in mijn mond. Ik leg die sigaret in die asbak. Ik zie die Bijbel liggen waar ik hele dagen in aan het lezen was, waarvan kaft tot kaft in staat dat God geen liefde geeft, maar liefde is. Hey, ga weg, man. Hey, God. Dit doe je ergste vijand nog ineens aan, man. Hey God, alleen al om dit te verzinnen, moet je al zo verschrikkelijk slecht zijn. Hey, uw liefde. Hey, God, sorry, maar ik geloof er geen bal meer van dat u bestaat. Maar ik kan nu niet meer verder. Hier ben ik. Als u bestaat, mag u nu ingrijpen. Daarna nooit geen sigaret meer aangeraakt. Ik gooide mijn Bijbel weg. Ik stond op instorten. En ineens was het net of ik opgetild werd. Ik denk, wauw, wat is dit? Net of ik begon te zweven. Wat ik toen nog niet wist, was dat God al mijn lasten aan het afnemen was. Waardoor dat ik het gevoel kreeg dat ik begon te zweven. Doordat God al mijn last af had genomen, begon de energie die vrijkwam in mijn lichaam, begon mijn lichaam op te warmen. Zo kreeg ik een constante temperatuur van bijna 39 graden en begon ik helemaal te gloeien en te stralen. Zo half zwevend stond ik zo in mijn cel zo van, wauw, ik denk, wat is dit, man? En toen ontving ik pas echt het allermooiste cadeau wat je maar kon bedenken. Zijn Heilige Geest kwam als een vuur in mijn wonen en uit het niets werd ik smoor en smoor verliefd. En zo half zwevend in mijn stel, zeg ik van, wauw, ik denk, wat is dit, man? Die bewaarder die me helemaal overstuur mijn cel in had gegooid, kwam kijken hoe het met me ging. Die doet mijn cel erop, die ziet mij. Hij zegt, Joop, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, dit is geweldig. Ik zeg, God heeft ingegrepen. Hup, gelijk cel deur dicht. Iedereen wist natuurlijk dat ik met dat geloof bezig was. Dominee, ga eens bij Joop kijken, want God heeft ingegrepen. Die dominee doet mijn cel erop. Ik zie die dominee. Ik trek die dominee naar binnen. Hey, staat in de Bijbel, hè? Hey, stromend van levend water komen uit je binnenste vloeien. Hey, ga weg, man. Ik ging als één vloedgolf ging ik over die dominee heen. En die dominee wilde nog maar één ding. Zo vlug mogelijk mijn cel uit. En die zei van, weet je wat? Die Joop moet naar een psychiater. En zo word ik bij een psychiater gebracht. Ik doe die deur open. Ik zie die psychiater. En ik zag nog maar één ding. Een verloren schaapje. Dus wat moest ik doen? Weer als één vloedgolf over die psychiater heen.
Die psychiater zegt, hé Joop, doe eens rustig man, doe eens rustig. Hij zegt, gaat hier lekker mee door. Ik bel mijn advocaat op, zeg, advocaat, hier komen. Joop, of advocaat, ik ga alles eerlijk vertellen. Ja, is goed, Joop, krijg 20 jaar gevangenisstraf. 20 jaar? Oké, ga ik evangeliseren in de gevangenis. Hij zegt, evangelie wat? Ik zeg, ik wil niet meer liegen. Ik zeg, de duivel is de vader van de leugen. Ik heb hem lang genoeg gediend. Ik ben overgegaan naar een ander koninkrijk, het koninkrijk van God. En ik wil alleen maar God dienen. Hij zegt, Joop, hij gaat jou ophangen aan de hoogste boom. Ik zeg, ga weg, man. Iedere ademteug die hij neemt, krijgt hij van mijn hemelse vader. Hij zegt, Joop. Maar ja, ik ben jouw advocaat. Ga me alles eerlijk vertellen. En zo sta ik alles eerlijk te vertellen. En 3 uur later stond ik op straat en was ik vrijgesproken. Een regisseur kwam acuut tot geloof. Ik moest laatst in Dordrecht spreken, had hij zijn oude vader meegenomen. Dit verhaal moet je 1 keer gehoord hebben. En nu wil ik de rest van mijn leven nog maar 1 ding doen. God dienen met heel mijn hart, heel mijn ziel. Hem liefhebben, hem loven en prijzen onder alle omstandigheden. Voor het volbrachte werk aan het kruis, want daarvoor hebben we eeuwig leven. Halleluja. Dank u wel.